Nieuwe week is begonnen en ik ga sporten. Yeah, dat is wel één ding voor jou, dat je al onderweg bent om te gaan sporten. Ja, anders ga ik met Mike eten bij Fico. M&M zijn knock-out. Lijkt net of ik gevochten heb. We gaan nu naar de Bijenkorf namelijk, want er schijnt dus alles voor 100 euro te zijn. Echt mega kortingen. Tada! 1990 en nu 250. En hoe oud ben je geworden? 7. 7! Lang zal leven, lang zal leven. Zo, we are rolling. Nou, Mrs. en Mrs. Boody zijn hier om je te verwelkomen. Welkom weer bij onze nieuwste vlog, nummer 69. Ja. In deze vlog ga je zien dat we ons verjaardag van ons lieve duifje gaan vieren. En we gaan shoppen bij de Bijenkorf, want er is namelijk een grote sale. En we gaan lekker uit eten bij Encore met familie en vrienden. En voor het eerst ga ik weer sporten sinds na 2 maanden tijd. Dus ben je benieuwd wat allemaal in deze vlog gebeurt? Blijf kijken en abonneren. App al jouw vrienden om ons te volgen, te abonneren. Ja. Want we willen gewoon voor de 70ste vlog 40.000 abonnees behalen. En daarbij willen we ook een leuke winactie doen. Dus willen jullie dit nou ook? Ga allemaal delen. Elke story delen wij op Instagram. Dus als je ons deelt op je Insta-story, kunnen we het allemaal voor jullie delen. Ja. En dan komt er weer een te gekke winactie aan. Dus hoe leuk. Dus blijf abonneren. Duimpjes omhoog. Fijners. Waarom doe ik altijd... Jij maakt ook het geluid erbij. Oké, het is vandaag maandag. Nieuwe week is begonnen en ik ga sporten. Yeah, ik draag gewoon even een zwart basis t-shirtje met de Reiners sportlegging en de Reiners schoenen. En ik ga met Chris, Jill, Mike en Sophia sporten in Amsterdam. Kickboksen. Ik heb allemaal nagels afgehaald, allemaal ringen eraf. Let's do it. Oké, wij gaan sporten met dit groepje. We gaan even keihard beuken. Maar ja, we staan dus zwaar in de file. Dus of we op tijd komen is de tweede vraag. Maar goed, hè, we zijn onderweg. Dat is wel één, hè Marie? Dat is wel één ding voor jou, dat je al onderweg bent om te gaan sporten. Ja, anders ga ik met Mike eten bij Fico. Even lekker pizza met blad gaan eten. Ja, voor 88 euro. Zo rood ben jij niet? Nee, ik voel dat chill. Ben ik wel rood? Oeh, Chris. Wel leuk. Jij was schijn hoor. Wel hè? Ik zag jou elke keer voor mij. Sofia! Sofia! Wat vond je? Ik denk dat we allemaal kapot zijn. Nou, het is lekker uit eten jongens. Ja, oh. Power smoothie. Hebben we wel verdiend hoor dit. Mikey! Lekker? Jij bent nog helemaal energievol. Ik ben nog helemaal energievol. Ja, ik niet. Heb je niet je best gedaan? Ik zie jouw gezicht nog helemaal. Dan heb je niet je best gedaan. Ik heb bijna mijn best gedaan. Niet waar. Nou, anders kan je niet bewegen en dansen. Oh. Maar die hele mascara is uitgelopen. Jij hebt geen make-up op. Jij hebt wel make-up op. Ja, jij had geen make-up op, maar jou is het uitgelopen. Dus vandaar dat ik roder ben. Gaat die liefje? M&M zijn knock-out. M&M zijn knock-out, ja. Nee, maar Sof, die ziet er ook nog helemaal stralend uit. Ja, jullie hebben make-up op. Gaan sporten jongens. Wat een ellende. Ik ging nu even een keertje mee gezellig met Chris. En nu gaan we even kijken of we wel even daar gaan sporten. Maar ik heb echt rode knokkels. En wel mijn best gedaan. Oké. Zo. Waar ben je nu met mijn heel rood? Mijn outfitje is wel flink hoor. Met mijn Reiners schoenen. Ik zie hier echt een star. Echt helemaal dakpannen uitgevallen. Zo kan ik helemaal niet in. Kijk nou hoe erg dat jongens. Echt vreselijk. Hallo. Riddinkje. Hallo met je. Hallo. Mijn liefde heeft nasi voor me gemaakt. Mm. Jullie hebben al gegeten. En jij ook. Ik heb nog zelf even lekker tomaatje bij. En ik ga straks Merit uit Versailles terugkijken. Zo lekker. Fruit uitjes. Ach, doe me wel weer goed jongens na het sporten. Had niet gedacht dat ik weer in de mood zou komen. Dit is nou niet heel gezond, maar goed hè. Oh, kijk uit Frank. Kijk uit Frank. Frank, mag dit? Mijn BH pakken. Let los. Let los. Let los. Kleine ettenbak. Nee, ik krijg hem niet. Ooit zo'n terror meegemaakt als deze? Nee. Ik ga hem hier ophangen en je komt er niet bij. We gaan voor het eerst weer gaan sporten. Nou, jij? Jill is nou, nu 4 keer naar de sport. Niet perfect geweest. Nee, dat is al 2 maanden langer dan jij. Maar wel 4 keer maar. Nou, oké, maar goed. Ik ben wel meer gaan sporten nu dan jij. Ja, dus ik was weer gaan sporten. Help, help. En we gingen naar Central Stars omdat Chris daar eigenlijk sinds kort is begonnen met sporten. En wij gingen eigenlijk een proeflesje doen kijken of wij het ook leuk vonden om daar inderdaad te gaan sporten. En wij houden van kickboksen, dus ik had allemaal nagels eraf gehaald. Weet je, allemaal rondjes hebben we ook. En we hebben echt, ik lijk net of ik gevochten heb.
met iemand. We hebben allemaal wonden. En ik word daar gewoon heel fanatiek van, de kickboksen. Dus dan vind ik het ook niet zo heel erg om te sporten. Maar daarbij moest je ook lunges doen en squats en alle ellende. Dat is mega heftig, maar het is wel even leuk. Want het is in een donker zaal. Je hebt keiharde muziek op. Dus het is wel even leuk als afleiding. Ja. Of ik het elke week zie, dan weet ik niet. Maar eens in de zoveel tijd is het gewoon super leuk. Ja. Want we houden niet van als het iedere keer hetzelfde is qua les. Nee, we houden wel van die afleiding. Daar vind ik het zo leuk bij Patrick bij krachtmeester. Dat je wel iedere week wat anders doet qua oefeningen. Dus het is wel leuk voor erbij. Dus we moeten even kijken of we dit door gaan zetten. Omdat het ook in Amsterdam is, ga ik niet helemaal in mijn eentje in Amsterdam rijden. Dus ja, we waren er allemaal wel echt kapot van. Ik heb ook meer gespierpijn, voornamelijk in mijn arm. Want kickboksen, want je kan eerst naar het toilet. Oh, en inderdaad, onze handen zijn helemaal stuk. En wie het minst in shape is van de hele groep? Denk jij? Nee, jij of Mike? Nou, shape. Ik ben op zich nog wel gewoon goed in mijn figuur. Nee, Mike is ook wel goed in shape. We zijn wel goed in ons figuur, maar ik doe er het minst voor. Misschien de minste conditie is Marie en Mike. Ja, maar ja, wij zitten misschien, ik zit misschien, als ik weer filetje heb, zitten we weer gelijk. Nee, tuurlijk. Dus dat is het ook. Maar nu was het de vraag wie het meest... En Mike rookt, dus dan heb ik dan weer een stapje voor. Ja. En wie het meeste shape is? Nou, ik denk toch zo van die sport elke dag. Ja. Dus die heeft de meeste conditie. En de meeste in shape. En ook de wilskracht. Jij hebt meer wilskracht om te sporten dan ik. Dat is ook zo. Dus mijn motivatie is wel het minst. Ik wil echt deze zomer... Gewoon heel goed uitzien. Ja, voor onze bikini shoot waren we echt perfect. We waren helemaal in shape. En we zijn een beetje teruggevallen naar kerst en aan de hoofd. Oud en nieuw. Goed, we zijn ook, we mogen niet klagen. We zijn nog steeds heel blij met ons lichaam. Alleen we willen gewoon net even iets strakker. Gewoon iets strakker. Ik heb gisteren gesport en ik ben kapot. Nee, ik heb niet hetzelfde t-shirt aan. Dit is een andere. Want Sjoel heeft nog mijn outfit mee. We gaan nu naar de Bijenkorf namelijk. Want er schijnt alles voor 100 euro te zijn. Echt mega kortingen. En wij moeten toch eventjes kijken. Ze komen me om 9 uur ophalen. Zodat we weer gewoon op tijd zijn weer voor kantoor. Ik draag namelijk momenteel vandaag de twin set gewoon in zwart. Met mijn schoenen. Maar mijn twin set top heb ik net in de was gedaan. Dus Sjoel neemt voor me mee. En Sjoel gaat de crème aandoen. En dan gaan we nog zo'n leuke twinningfoto maken. Sjoel heeft ook deze muts van de Zara op. We hebben allebei een twin set. Allebei rijden we schoenen en allebei ons Prada tas. Dus dan willen we een soort twinning outfit maken. Vorige Bijenkorf selfie in de spiegel was natuurlijk ook heel erg leuk dat jullie ontvangen. Ik denk dat ook wat dat jullie het ook wat leuker vinden, aangezien het gewoon een normale foto is. Mijn geheugen staat vol. Ik wilde zeggen dat ik mijn hondjes heb uitgelaten en heb wat gegeten. Ze blijven hier ongeveer 4 uur alleen. Ik vind het best wel spannend. Ze zijn altijd wel alleen hoor, maar niet zo lang. Maar ja, ik heb ze uitgelaten eten gegeven. Dus er kan weinig misgaan. Jules hebben nu net dat ze de twinset top is vergeten om mee te nemen. Dus dat is echt fucked up. Maar hij is ook echt nog niet droog. Wat ga ik nu doen, jongens? Ik ga even zoeken. Tussen deze snelle hectiek. We zijn er binnen 5 minuten. Hoe kan je in godsnaam kan je dat nou vergeten? Oh, oh. Frank, hoe kan je dat nou vergeten? Heigende. Maar ik heb een outfit gevonden, hoor. De trekkingpak in het velvet. Want die komt ook gewoon weer terug. Dus die heb ik gewoon weer aan. Voor een leuk fotootje erbij, hoor. Oké, okay, spullen pakken en gaan. Oké, okay, guys. Ik ben aan het passen, maar... Marie? Ja? Die misschien? Ja, ik kan het proberen. We zijn naar de Bijenkorf gesjeest. Aangezien nu alle eenheidsprijzen. Bijvoorbeeld deze Balenciaga broek was iets van 1000 euro. Nu nog 100. Maar het is maat 36. En het is een eerste echt veel te lang. En het past voor me is nou ook nog niet dat je denkt. Oh leuk. Dus moi, kan er echt nog 4 van mij bij. Zo jammer. We waren echt meisjes voor ons. We hadden echt super leuke dingen. We waren er al om 10 uur. Maar goed. Ik ga nu even dit broekje proberen. Die is nog maar. Nu nog 60 euro. En deze jurk had ik net aan. En dat staat echt heel mooi zo. Ik ben echt even aan het twijfelen. Maar hij is iets te groot. En hij schijnt door. Nou, dit is het andere flairtje. Zoals je ziet is het wel echt doorschijnend. Ook niet echt weg van. Maar ik ga nu even die gele jurk voor jullie passen. En mijn tante is daar. Oh, tante jurk aan. Kijk eens. De jaren deze dress. Nou, verstaan we nou? De andere kant de vlaglabel. Staat er geen label? Nee. Slechte van lijners. Slechte van lijners. Toch wel. Ja, ik draag nu deze jurk. Ligt is hier weer mooi. En hier is hij dan gedrapeerd. En dan met die strikken. Hij is alleen een beetje groot. Maar het is wel heel leuk als ik naar Dubai ga. Ik ben aan het twijfelen, jongens. What to do, what to do, what to do. Oh, chill. Is met Sink aan het wachten. Ik kijk even of ik nog wat terug is. Ja, heel goed. Ja. Ik ben hier tijd aan het kijken. Maar ik, nou, ik kijk even mee dan. Ja, maar hier haal je stinkjes. Oh, die zet hem maar gewoon even vast. Ja, ik ga hem vastzetten. En dan zet je hem maar gewoon aan het raam vast. Ja. Zo, je kan het toch ook gewoon meenemen? Kan je meenemen, zegt ze. Oh. Ze hoort je wel, hoor. Ja, oké. Okay. Wat te doen, jongens. Het is wel echt een hele mooie zomerjurk. Twijfelen. Binnen nu wel steeds koopjes. Deze moet aan deze kant wachten. Ik ben kleiner gezien. Is het er maar eens een beetje... Ja, die zijn mooi, Sjoel. Ja, dit gaan we doen, hè? Ja, dit gaan we doen. We won the jackpot! Ik kwam net een vrouw heel lief naast mij. Jij ziet me achteraan, dus ik heb mijn zuster gegeven. Kijk nou, een herenblazer, maar het is toch echt amazing. Alexander McQueen, normaal. Even kijken. En nu 250. Kijken. Laat. Nee.
19,90 en nu 250. Zal nog van Shell? Nee, ik ben niet van Shell, dank u wel. Tadaa! Oei. Ik heb deze vrouw echt al 100 jaar gevolgd in de Bijenkorf. Ja. En nu eindelijk hebben we hem. Stinky, blijf hier. Ik vind beeldig. Ik ook, schat. Maar wat vind je van die top? Altijd leuk. Altijd gewoon makkelijk. Heel mooi maatje. Ja. Heel leuk. Vind ik ook leuk. Let's go! Ja, die blazer is een must. Wat is dat allemaal voor leuk, dat gevlekte daar? Leuk. En dit, ja, die moet ik voor Mike meenemen. Ook voor Mike meenemen? Nee, is een vrouwbroek. Nee, is een dame. Dat is een damesbroek. Ja. Een skibroek, schat. Ja. We hebben deze jurk gevonden van Off-White met neon green. Echt geweldig mooi. Kijk nou. Love it. We vinden nu echt pareltjes, jongens. I'm happy. Hoe leuk is dit jurkje? Ja, ik vind hem alleen hier te groot. Nee, is heel leuk. Oh. Dit moet je echt nemen, maar die is het over. Ja, ja. Ik ga hem opnemen. Sowieso. Oké. Het is geworden. Die zijn nog over twijfel. Het is maat 40. Veel te groot, maar we houden gewoon van de Dolce & Gabbana Tiger Print. Vriendje, anders kan ik wel een Taroon geven. Echt, hè? Misschien even bellen, inderdaad. Deze jurk. Ja. Al heel lang met onze neon collectie is het gewoon echt amazing. Hij is over 2013. Hoe mooi met onze bol. Bol. Body. Kolletje. En dan met de kleine neon schoentjes. Ja, te leuk. Wat zei ik net al? Nou, dit is een mannenblazer, maar we houden ervan. Glitter. En Alexander McQueen. En dit is van Acne Studios. Echt, ik ga hem toch wel nemen. Gewoon als ik loeibrei ben, vind ik het gewoon mooi. Dus, we zijn uiteindelijk toch leuk geslaagd. We gaan nu even bij de herenafdeling kijken. Daar is Chris en mama ook voor als ze iets hebben teruggehangen. Wij hoorden, onze tantes werken nu bij de Bijenkorf. Ja. Dus die vertelde ons afgelopen dinsdag is daar een mega sale. Ja, eenheid sale. Eenheid sale inderdaad. Eenheid stuntprijs. Dus wij dachten, alles voor 100 euro. Ja, ongeveer. Dus wij dachten, van hoogste van merken jongens. Dus wij dachten, gaan we dat doen? Gaan we dat niet doen? Oh, ik wacht. Camera action. Oké. Over de Bijenkorf. Ja, onze tantes werken dus en die hadden ons een tip gegeven. Dus een mega sale was. Denk ik, gaan we dat wel doen? Tuurlijk gaan we dat doen. Wij, ja, wij houden het gewoon van winkelen. Nee, maar dat is ook leuk winkelen. Als je echt iets vindt wat gewoon 2000 euro is en nu gewoon 200. Dan is het gewoon 10% wat het normaal kost. Ja, het is echt bizar. Dus we waren daar. In het begin waren we helemaal gestresst. Hebben we ook niet gefilmd. Aangezien we dachten, we moeten echt naar een trek toe. We waren uiteindelijk maar twee rekjes. Ja, het er waren, was niet heel veel. Maar we zagen een meisje lopen met alle stijls die wij leuk vonden. Dat alles. Heel gestapt. Die heb ik denk ik een halve gevolgd in de Bijenkorf. Dat ik elke week op... Op een gegeven moment gingen we passen en naast ons passen. En wij hadden echt flut items. Ik moest gewoon wat kopen. En op een gegeven moment had zij uit de paskamer. En ik denk, nou, 40 minuten wel. Hebben we echt moeten wachten. Toen kwam ze naar me toe van, mij heeft jouw zusje me dat achtervolgd. Ja. Ik zeg, dit zijn echt de items die ik neem. En ze had zo'n stapel. En denk, oh, dat gaat ze allemaal nemen. En toen zei ze, dit neem ik allemaal niet. Ik dacht, hoe kan dat? Dus Marie, die app mij, zegt, oh mijn god, dat meisje wat jij net sprak, die geeft die stapel aan ons. Ik zeg, meen je, want ik was in de Bijenkorf aan het zoeken. Ja. Arbeid op andere paskamers niet. Of iemand gewoon leuk eigen waren. Of, nou, in ieder geval, we hebben niet heel veel gevonden, maar wel vier items. Waaronder dit hele mooie item. Blazertje, wat ik eigenlijk al meteen in mijn hoofd had met de Reiners body. Gaan we zo nog even goed filmen. Ik heb het ook voor jullie in de vlog gefilmd, maar nu is het leuk gecombineerd met de Reiners. Aangezien wij natuurlijk neon in de collectie hebben. En eigenlijk wil ik het van de zomer leuk met zo'n neon shortje met een Reiners neon schoentjes. Maar het is best wel koud. Heel erg mooi weer geworden. Dus dit is mijn favoriete item. Ik denk dat ik dit al anderhalf jaar wil. Ja, en je draagt het ook meteen volgende dag. Dus ben je echt blij met je aankomt. En ik heb dat glitterjasje van Alexander McQueen. Het was een mannequin, maar dat maakt ons niet uit. Het is gewoon een meesbal. Het is gewoon een meesbal. Als jullie zo'n shopvlog leuk vinden, kunnen jullie ook wel misschien een keertje echt naar een winkel toe en elkaar misschien stylen of leuke outfits voor elkaar kopen. Dat we dat misschien een beetje meer meenemen qua fashion. Qua fashion. Sorry. Qua fashion. Oké, we dachten het nog even leuk om de outfit nog te laten zien in totaal. Dit is dus mijn nieuwe favoriete blazer van Off-White dat ik bij de Bijenkorf heb gekocht. Ja, hij was 1800 euro en nu? En nu 250 euro. Ja. Dus ik ben er super happy mee. En ik kan dus in de zomer dragen een jurkje, maar nu heb ik met een lakleren legging wat ik bij mijn zus in de winkel heb. Reiners Food Fashion. Reiners Food Fashion. En dan het colletje is natuurlijk van Reiners. Precies, mooi neon. Wij dragen gewoon maat S. We kregen heel veel vragen aan hoe het valt. Het zit op zich heel veel stretch in. Dus we zouden ook de X's aan kunnen van Sharp bijvoorbeeld. Maar in de lichte kleuren met je BH, bandjes en vetrolletjes. Zouden we toch wel adviseren om het gewoon op maat te kopen. Ja. In principe valt het gewoon op maat. Ook voor de lengte van je body zelf. Ja, want er zit een stretch zo, maar ook in de lengte.
Dus daar hebben wij expres over nagedacht, meisjes. En dan de, ja, bij deze jakenschoen schoenen die we altijd aan hebben. Ja, gewoon het zwart. Van Bobby Rins. Dus dit is onze nieuwste aankoop van de Bijenkorf. En Sjoel wilde nog onze groene belt eromheen, die ligt daar. Ja, maar die hadden we thuis nog niet. Het is echt erg. Wij hebben echt alle nieuwe items meteen online gezet. En het gaat nu zo goed in de verkoop dat je dan voor jezelf nog vergeet om dingen te pakken. Dus dat moeten we echt doen. Maar dit staat echt leuk. Misschien kunnen we echt zo leuk, al een leuk fotootje maken. Hij moet iets meer omhoog, anders zit je in die plooi. Ja, daar. Zo, hè? Ja. Oh, en de meeste meisjes vroegen... Oh ja, hoe gaat de bukkelbelt? Nou, je draait hem dus twee keer om je heen of één keer of drie keer. Ligt eraan wat je taille is en hoe strak je natuurlijk wil dragen. Dan heb je dit eindpuntje wat hier nog doorheen gaat. Als laatste. Als laatste. Dan kan je hem zo laten hangen, maar je kan hem ook nog eromheen slaan en dan naar beneden trekken. Ja, het is eigenlijk hoe je het zelf wil dragen. Wij vinden het hangend mooi of het ligt een beetje aan je outfit. Super leuk erbij. Awesome. Awesome. Als jullie deze vlog bekijken, is het al Valentijn geweest. Er zit Marie met haar kontje in Paris. Want, vertel. In het kader van Valentijn vonden we het misschien leuk om iets meer te vertellen over onze relatie. En dat we misschien de volgende week vlog echt in het kader van Valentijn zijn. Want jij gaat op Valentijn. Ik ga op Valentijn. Ik heb ook precies mijn datum. Ik schrok ervan. Nee, wacht. Ik schrok ervan. Die is vast. Wat? Oké, nee. Sorry, want vertel. Eén moment. Want vertel Marie, op 14 februari, waarom is dit niet alleen speciaal voor jou? Dat is ook mijn datum wanneer ik een relatie kreeg met mijn groot liefde. En ik heb namelijk 10 jaar! Ja, 10 jaar, dat is echt een meeste. Ik was 14. Life goals, couple goals. Dus wij wilden dit vieren, we gaan dus naar Parijs. Omdat we 10 jaar hebben. Dus ik ga het heel erg leuk voor jullie allemaal filmen. We gaan hele leuke dingen doen. We gaan naar Moulin Rouge, we gaan naar Disneyland en natuurlijk gewoon winkelen en uit eten. En jij gaat ook heel veel leuke dingen doen voor Valentijn. Ik ga heel leuke dingen doen voor Valentijn. Ik ga vrijdag bij Rond Gastrobar eten. Dat is een nieuw restaurant boven het B. Dan gaan we in de avond bij de Dutchess eten. Die hebben een heel leuk Valentijn menu met witte chocola, roze chocola, noem maar op. Bij Conservatorium gaan wij logeren en een dag na bij een spa-dag. Ja, dus we gaan het allebei echt mega goed vieren. We zijn hartstikke verwend. Ja, en natuurlijk hoeft het natuurlijk niet zo overdreven. Alleen ik ga natuurlijk voor het eerst dit jaar met mijn nieuwe vriend. Ja. Wij hebben samen nog nooit Valentijn gevierd. Dus wij willen dit jaar gewoon even goed Valentijn vieren. En jij gaat natuurlijk 10 jaar. Dus wel echt een jubileum dat ik denk, ik moet even helemaal uitpakken. Maar ik denk dat ieder meisje wel Valentijn wilt worden verwend. Met een roos of een kaartje. Ja, wij zijn altijd wel. Hebben we altijd wel dingen gekregen. Ik vind Valentijn gewoon, heel veel mensen vinden het onzin. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik vind het gewoon leuk om die liefde nog extra even te geven. Ja, en wat is het nou voor moeite om even een leuk briefje te schrijven of een bloemetje te halen? Het hoeft ook helemaal niet groot te zijn. Het gaat gewoon om de gedachte. Ja, wat ik het allerleukste vind aan mij vind, is dat hij onwijs gek op mij is. Onwijs trots op mij is. En me echt, ik denk, ik sta denk ik op de hoogste pilaar bij hem. Ja. Dus dat is echt heel leuk. En andersom ook, ik ben helemaal gek op hem. Dus ja. Helemaal nog gindelen. Dat blijft altijd zo. En ik denk, wat ik het leukste vind aan James, dat hij zo goed voor me zorgt. Hij is echt heel zorgzaam voor mij. Hij kookt voor mij, doet de was voor me. En hij zorgt gewoon echt alles dat uit mijn handen is eigenlijk. Voor de hondjes is hij altijd heel erg lief en goed. Dus hij wordt een heel goede papa. Dus wij gaan vader vieren. Dus volgende week vlog staat in team. Van de Fijn Love. Hey Debje. Deb. Hoi! We zijn allemaal leuke foto's en vlogjes aan het bekijken. Ja? Kijk! Want, waarvoor heb je een vlogcamera gekregen? Voor een verjaardag omdat ik in Parijs kwijt was geraakt. Hij was er zeker echt uitgevallen. Ja. We weten het niet. Ik ben al de vlogjes van de vorige verjaardag gaan terugkijken. Maar vandaag vier ik het weer voor de grote mensen. Ja, voor de grote mensen. En hoe oud ben je geworden? 7. 7! En dan kan je ook daar op het kaartje. Ja, alleen moet ik eigenlijk van de andere kant filmen. Ja, dankjewel Christian. Ja. Zo. Nee. Oh. Zo. De kaarsjes gaan aan. Misschien eerst even wachten tot op deze. Ja. Dat is een hele ontploffing. Maar Duif. Het gaat over de lamp. Zijn er heel veel... Oh, sorry Bar. Ja, dat is ready, steady, go. Ready, steady, go. Had je het al verteld, Chris, toen we uitgingen dat je werd herkend wie je was? Had je niet gezegd? Nee. Oh, ik ging helemaal stuk. Over Legolas bedoel je? Ja. Ze dacht dat hij Legolas was. Maar gaat hij nou niet naar die lamp? Toen gaat hij nou niet naar die lamp? Ja, we zetten hem een beetje onder jouw neus in plaats van onder jouw. Oké. Hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Hij leeft wel lang, hoera, hoera. Hij leeft wel lang, hoera, hoera. Hij leeft wel lang, hoera, hoera. Lang zal leven. Last mark. Oh, yeah.
feathers. Zonder feathers, graag. Yay! Nog eentje! Oh, is helemaal het licht. Yay! Wat een taart zeg! Nou hé. Jeetje, Mina! Is de lamp nog even? Is de lamp nog oké? De lamp is nog oké. Yay! Hier doen we nog even kijken! Nog een keer! Ja! Wel top! Wat gaan ze doen? Gaan ze geen... Oh, nou, nu gaat het makkelijker. Dan heb je helemaal nergens. Nee, dat is ook het mooiste. Maar... Oh, ja. Ja. Voel je niks. Mama, even een doekje pakken? Oké. Oké. Cheers. Proost. Het is alleen dat je lichaam er is. Proost. Da da da. Dan een stevig pakketje. Ja. Heertje. Oh no! Ah. Hopelijk zijn het ze. Ja! 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 Nee. Rijden schoenen! Nee. Moet ook eigenlijk voor Rijkje rijden schoenen hebben. Ja. Ja. Hè, Rijkje? Oh! Jules die schoenen aan gaan doen. Lekker dikke sokken ook, hè, Jules? Ja? Hoe zitten ze? Ja, ik denk het wel. Are you happy? Ja, echt heel leuk. Gelukkig. Staat er heel goed bij je. Overal staat er geen rijders, want er is spiegelbeeld er. Hoe was de verjaardag van ons lieve neefje Duifje? Nou, super schattig. Duifje is nog steeds gek om vloggen. Dus die heeft een vlogcamera gekregen voor zijn verjaardag. Hij had het van ons gekregen vorig jaar voor zijn verjaardag. Maar die is hij helaas verloren in Parijs. Ja. Dus daar was hij best heel verdrietig over. Dus nu heeft hij van de verzekering een nieuwe gekregen. Ja. En dus nog steeds een beetje ook ontknoopt. Hij is alweer 7 jaar geworden en hij wilde heel... heel graag een rijden schoenen voor zijn verjaardag hebben. Ja. Echt al, hij smeekt echt al 3 weken om. Ja, al die kleine kindjes zitten natuurlijk al bij elkaar in de klas. Al zijn vriendinnetjes in de klas. Ze dragen allemaal rijders. Dus de jongens willen er ook een beetje bij horen. Dan proberen we een beetje de stoerste stijls te geven. En hij wilde heel graag die schoenen. En stond gewoon nog hartstikke stoer ook. Dus hij was er helemaal blij mee. Ja. En hij rockt het ook als Duifje. Dus vinden we super leuk om hem te geven. Ja. Duif heeft al een eigen kanaal aangemaakt. Rover Wolf. Ja. Dus misschien leuk als jullie hem kunnen supporten. Hij heeft nog geen vlog online gezet. Maar want zijn ouders moeten even iemand vinden die kan editen. Dus wie weet die dit kijkt en denkt, hey, ik wil een editor worden van ons lieve Duifje. Dan kunnen jullie dan inderdaad eventjes ons een DM berichtje sturen of onderaan deze vlog reageren. Want helaas hebben de ouders er geen tijd voor. En Duif wil wel heel graag vloggen worden, maar zelf kan hij helaas nog niet editen natuurlijk. Nee, dat is een beetje jammer. Duif heeft een nieuwe vlogcamera, maar wij hebben ook 2 vlogcamera's gekocht. Ja, ik heb gisteravond, eindelijk, zeg ik nu al een week, maar toen heb ik het gelukkig ook eindelijk besteld, 2 nieuwe vlogcamera's gekocht. Aangezien we heel veel leuke planningen hebben en content gaan maken. Nu hebben we maar 1 camera, dus of neem ik hem mee of Shilby neemt hem mee. Dus jullie willen inderdaad iets langere vlogs weer van ons hebben. Dat komt nu helaas niet uit, omdat we dus maar 1 camera hebben. Als we straks 2 camera's hebben, komt er veel meer content, worden de vlogs weer veel langer en ga je dus ook meer van mij zien, maar ook meer van Marie. Dus ja. En ook vonden we misschien een leuk idee om, zoals het begin van onze vlogcarrière, hadden we heel veel Q&A's met familie en vrienden. Misschien vinden jullie het ook leuk om weer zo'n Q&A te doen. En moet je even onder de vlog even laten weten met wie we dat zouden inplannen. Ja, wie willen jullie zien in onze vlog die we moeten interviewen van onze familieleden of beste vriendinnetjes? Ja, mag ook iemand zijn die wij niet kennen. Misschien kunnen jullie het ook wel benaderen, maar wij vinden het altijd het leukste om onze familie te doen. Die weten wel het meeste over ons. Ja. Wij gaan naar een koor. We gaan terug naar Scheveningen, waar Mike vandaan komt. Monster. Are you ready for a koor? Ja. We hebben dilemma's voor de bank. Kan jij even iets te eten bestellen? Ik heb geen thuisbezorgd meer. Ik heb een nieuwe telefoon. Dag Stinky. Dag liefje. Wij gaan eten bij onze modeshow locatie. Encore. Encore en door. En we hebben honger. Dat is niet normaal. Wij zitten bij Encore en we hebben al meteen een bordje gemopt. En een glas kapot. Maar goed, hè? Waar is dit? En nu nog eten. En nu eten we op de stand bijna. Ha, hier ligt. Wat leuk. Vanaf hier zie je het al. Dankjewel. Nou, alle tot op. Binnen 5 minuten. En? Maar hoe lekker is die? Ian? Lekker, hè? Oké, dan maar. Cheers. Cheers. Nou, een heerlijke set hoor, dames, dit. Een apple crumble. Apple crumble. Oh. Heerlijk, dankjewel. Eet smakelijk.
ik werd wakker en ik dacht, shit, ik wil weer eten bij Encore. Wij hebben daar onze modeshow gegeven en het was super leuk, super druk. Maar we hebben zelf natuurlijk niet echt genoten van het eten. Nee, we hebben niet eens daar gegeten. We hebben niet eens gegeten toen die avond. Dus ik dacht, hoe leuk is het om daar weer heen te gaan. Marie zou meegaan, maar die is met een vriendje uit eten gegaan. Ze wilde quality time. Ja, anders zie ik daar nooit. Dus ik ben met Mike gegaan, met Chris, Ian en Romana. Ian is mijn zwager en Romana is mijn schoonzusje. Dus die gaan jullie ook voor het eerst zien op de vlog. Het is voor hun natuurlijk nog even wennen op de vlog. En ik heb wel gevraagd of ze het willen, maar ze vinden het wel leuk. Oh, dus bij deze, welkom Romana. Welkom in de family. Welkom in de vlog life. Nee, dat is super gezellig. Dus we zijn er gewoon heen gegaan. Heerlijk gegeten. Ik zou iedereen adviseren die nog nooit naar Encore is geweest, om naar Encore te gaan. Want het is niet normaal. De zalmtoorts. Ja, maar ook die spinazies. De spinach truffle salad met garnalen. De beef tataki. Nee, niet beef tataki. Die vond ik minder. De beef nigiri. Dus met wagyu geflambeerd. Ja, het is niet normaal. De maar sushi. Ook de sfeer is gewoon niet. Pornstar martini cocktail. Oh, de pornstar martini cocktail is niet normaal. Eigenlijk is alles weer lekker. Want ik zeg wel, de beef tataki was minder. Maar vergeleken alles. De spare ribs zijn boneless, jongens. Dus zonder bonen. En je zit gewoon heel gezellig. Zonder botten. Zonder bones. Dus je zit heel gezellig. Het eten is lekker. Het is alleen voor ons iets verder rijden. Echt wel een uurtje. Maar voor de mensen die dit heel vaak doen. Die maar. Daar wel in de buurt wonen. Ik had er echt elke avond gezeten. Ik ook. Dus maar ik kom er niet mee. Dus ik denk dat we deze week misschien ook nog wel naar Encore gaan. Zeker weten. Het is gewoon heerlijk. En de mensen zijn goed. Het personeel is leuk. Oh! En het brood met makreel. Dat dipje. Ja, dat dipje. En het warme brood. Ja. Niet gewoon voor het horen van als ik eraan denk. Maar het was super gezellig. Vonden jullie deze vlog nou ook leuk? Laat het ons even weten onder in de comments. En we zien jullie volgende keer. Oké. Met een nieuwe vlog en nieuwe camera's. Dus veel meer beeldmateriaal. Ja. Love. Fijner. We hebben echt zoveel gepraat. Oh.